In the jungle. Hoezo ellende? We hadden met de klas meegedaan met een prijsvraag. En je weet, wij winnen nooit wat. Maar goed, we moesten van de meester tv kijken. Welkom terug bij het School TV Weekjournaal. Voordat we beginnen met de uitzending, gaan we eerst naar de winnaars van vorige week. De winnaars van de prijsvraag van vorige week zijn... Groep 7 van de Boomgaard. Gefeliciteerd! We hadden wat gewonnen! Yes! Eindelijk gerechtigheid. Tenminste. En daar gingen we. Wie had dat gedacht? Mayday! Mayday! We gaan neer! Help! Er is iets mis met de motoren! Riemen vast! Welkom terug. Ik heb helaas triest nieuws. De winnaars van vorige week, groep 7 van de Boomgaard... zijn neergestort. De onervaren piloot wist niet hoe de hendel werkte, dus is hij neergestort. De land- en de luchtmacht zijn nu op zoek naar hun. Ik hoop dat ze veilig thuiskomen. Daar zaten we dan in de jungle. Wat een ellende. Opeens kwam er een aap aan. We schrokken ons wild. Wat wilden ze van ons? Blijkbaar moesten we meegaan. Dus dat deden we maar. Verderop had een andere groep een vuurtje kunnen maken. Maar ook daar kwamen apen. Ja, oh ja. In een grot zat de grote opperaap te wachten. Hij wilde zo snel mogelijk van die toeristen af. Hey, een grot! We waren al uren aan het lopen. Moe, hongerig en dorstig liepen we door de jungle. En waar was de rest van de klas? We hadden ze niet meer gezien nadat we waren neergestort. Wat een geluk! Nu nog een manier om hier weg te komen. Plots was daar de hoofdaap. We moesten mee. We liepen de grot in en toen gebeurde er iets heel vreemds. Het voelde heel naar, alsof we uit elkaar gerukt werden. We waren weer terug, dankzij de apen. Welkom terug, dames en heren. Ik heb goed nieuws, want groep 7 van de Boomgaard zijn veilig teruggekomen door een mysterieuze grot die hun terugtransporteerde. Dit was het nieuws. Nou, tot volgend jaar. Maar we doen nooit meer mee met een prijsvraag.